Welkom bij dit filmpje van de Groentesoos over het anti-ontstekingsdieet tegen artritis, artrose en jicht. Wetenschappers weten sinds kort, eigenlijk sinds 2005 tot met 2015, zijn er heel veel onderzoeken gedaan over de oorzaak van artrose, artritis en jicht. Dat weten wetenschappers sinds kort. Nou, eigenlijk is het een ontstekingsziekte met ontstekingen op celniveau. Nou is er ook een gemeenschappelijke oorzaak van ziekte, dus allerlei ziekten worden veroorzaakt door ontstekingen. En ik heb het hierbij ook over obesitas, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, hebben allemaal te maken met ontstekingen op celniveau. Het grappige aan ontstekingen op celniveau is dat we ze tegen kunnen gaan, want ontstekingen kun je tegen gaan. Ze worden ergens door veroorzaakt, door allerlei non-nutriënten, die we ook wel bioaminen noemen. En daardoor komen er allerlei vrije radicalen in ons lichaam en die veroorzaken ontstekingen. Nou, antioxidanten kunnen ontstekingen tegengaan. En antioxidanten zitten veel in groente, fruit, noten en zaden. Dus op die manier, als we die voedselsoorten meer gaan toevoegen tot ons dagelijks menu, dan kunnen we ontstekingsziekten voorkomen. En in dit filmpje wil ik concentreren op artritis, artrose en jicht. Dat zijn reumatische aandoeningen met een specifieke ontsteking van urinezuur. En urinezuur wordt normaal gesproken afgevoerd door de nieren. Het blijkt dat mensen met artrose, artritis en jicht minder goed werkende nieren hebben. Dus die werken tientallen percentages minder. En daardoor wordt er minder urinezuur afgevoerd. Nou, dat urinezuur wordt in eerste instantie opgeslagen in ons bloed. Dat is een tijdelijke opslagplek. En het lichaam wacht dan totdat de nieren sterk genoeg zijn om dat wel te kunnen afvoeren. Want als de nieren dat afvoeren, die urinezuur, terwijl ze niet sterk genoeg zijn, dan nemen ze nog meer in functie af. En dat willen de nieren voorkomen. Maar goed, we eten dus normaal gesproken niet genoeg stoffen voor de nieren die goed zijn. Dus het urinezuur wordt op een tweede plek opgeslagen en dat is in de gewrichten. Nou, als het daar wordt opgeslagen, doet het niet gelijk pijn. Dat duurt zeker 10 jaar voordat het dan pijn gaat duren. Dus die ontstekingen in de gewrichten, die hebben ongeveer 10 jaar nodig om zich te ontwikkelen voordat ze zo erg zijn dat ze pijn gaan doen. Nou, daarvoor hebben we dus die nieren nodig, want als de nieren beter gaan werken, als ze weer enkele tientallen procenten beter gaan werken door nierondersteunende voeding en kruiden, dan wordt die urinezuur die opgeslagen zit in de gewrichten wel afgevoerd. Dus dat is één heel belangrijk aspect van hoe we artrose, artritis en jichtpijnen kunnen tegengaan. De oorzaak van artritis, artrose en jichtpijnen zit in verkeerde voeding. En de ene manier om dat te repareren is om goede voeding toe te voegen. Nou, uiteindelijk moeten we er ook naartoe werken om verkeerde voeding te mijden. Ontstekingsveroorzakende voeding mijden. Nou, we weten allemaal hoe ons lichaam in elkaar zit. Dus het is tientallen jaren lang heeft het op een bepaalde manier geleefd. En als we dat radicaal omkeren, dan gebeuren er allerlei dingen in ons lichaam. En dat vinden we niet fijn, dus er komen allerlei emotionele problemen. Dus ik stel voor om het langzaam te veranderen. Want langzaam, een langzaam procesmatige verandering is de manier waarop ons lichaam gewend is te werken. Dus je kunt langzaam dingen toevoegen. Dus begin niet gelijk met het vermijden van ontstekingsveroorzakende voeding. Dat is misschien lastig, maar voeg voeding toe die veel antioxidanten bevat, zodat de vrije radicalen die ontstekingen veroorzaken worden geëlimineerd en zodat er een begin is gemaakt met het voorkomen van ontstekingsveroorzakende processen in gang houden. Dus we moeten, als we willen genezen van ontstekingsziekten in het algemeen en artritis, artrose en jicht in het bijzonder, ontstekingsveroorzakende voeding mijden, maar we beginnen met ontstekingsremmende voeding tot ons neemt.
Nou, wat is nou extra goed voor mensen met reumatische pijnen? Nou, dat is kers. Dus in kers zitten stoffen die de nieren verbeteren, maar er zitten ook antioxidanten in. Dus op twee manieren gaat die kers artrose, artritis en jicht tegen. Nou is de kers maar beperkt te koop, vers. Maar er is ook nog blauwe bes, dat is erg goed. Ananas, appel, papaya, pruim, mango, cranberry, aardbei en vijgen. Dus dat zijn allemaal vruchten die erg goed zijn voor mensen met artrose, artritis en jicht om die ontstekingen tegen te gaan. Eigenlijk zijn ze goed voor iedereen, maar deze vruchten zijn speciaal goed voor mensen met reumatische aandoeningen, omdat ze zowel de nieren stimuleren als dat ze antioxidanten in zich hebben. En er zijn nog meer manieren, nog meer mogelijkheden om artrose, artritis en jicht aan te pakken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het mediterraan dieet goed is tegen artritis, artrose en jichtpijnen. En het mediterraan dieet is natuurlijk het voedsel wat rond de Middellandse Zee wordt gegeten. Dus in Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland, het Midden-Oosten, Noord-Afrika. Al die regio's, daar komt minder kanker voor, minder hart- en vaatziekte voor en minder ontstekingsziekten zoals artritis, artrose en jicht. En natuurlijk hebben ze voor een groot deel hetzelfde consumptiepatroon in die streken, want ze hebben ook allerlei supermarkten en fabrieksvoedsel, maar ze eten nog veel meer groenten dan wij. En er zijn een paar andere menu aanpassingen aan het mediterraan dieet waardoor mensen daar veel gezonder eten. Dus ding 1 is, gebruiken meer gezonde olie om in te bakken en geen margarine. Margarine is ontstekingsveroorzakend. Dus margarine is een voorbeeld van een product, wordt gemaakt van zonnebloempitten en die zijn ontstekingsremmend. De fabriek die maakt er margarine van en dat is ontstekingsveroorzakend. Dus industrieel voedsel is dermate bewerkt dat de kwaliteit van voeding dermate afnemen dat het van geneeskrachtig naar ziekmakend gaat. Nou, dat zie je heel vaak met industrieel voedsel. He, dat zie je eigenlijk ook met dingen als suiker. He, zo'n suikerbietsap of rietsuikersap is ontzettend gezond. Maar de kristalsuiker die ervan wordt gemaakt is ontzettend ongezond en verslavend. Nou, de mensen in het mediterraan gebied, dus die het mediterraan dieet hanteren, eten ook meer groenten. Dus ze bakken in betere oliën en ze gebruiken meer groenten. Ze eten, in Spanje bijvoorbeeld eet men vaak een groentetaart. En je zou zeggen van ja, maar dat is een nachtschade aardappel. En soms wordt het ook van aubergine gemaakt. Nachtschade groenten zijn niet goed. Een ontstekingsveroorzaker. Nee, dat is allemaal nog stukken beter dan dat witbrood wat wij hier eten in de supermarkt. En ook als je zegt, ik eet bruin brood, ja dat is gekleurd witbrood. Dat mag allemaal van de Nederlandse wet. Dus dan doen bedrijven dat, want dat is goedkoper. Industrieel voedsel, niet gezond. Nou, het andere wetenschappelijk onderzoek, hè, over dat mediterraan dieet, zijn echt honderden wetenschappelijke onderzoeken, dat is ontstekingsverlagend. Nou, een ander belangrijk vegetarisch onderzoek is vegetarisme tegen artrose, artritis en jichtpijnen. Het blijkt dat 3 weken overschakelen op een vegetarisch dieet voor 75-80% van de mensen goed is tegen artritis, artrose en jichtpijn. Het gaat ervan over. Die pijnen worden een stuk minder. Je kunt het zien als vaste. Nou, hoe komt dat nou? Dus in dierlijke producten zitten veel bioamine, veel non-nutriënten. En die veroorzaken ontstekingen. Dus dat is de reden dat als je die stoffen even tijdelijk niet eet, dat de pijnen en de ontstekingen verdwijnen. Dus je hoeft niet geheel vegetarisch te worden, maar je kan hier in ieder geval rekening mee houden in je voedingspatroon. En je kan er bijvoorbeeld omkeren in 3 weken en daarna ga je weer langzaam vlees eten. En dan merk je ook welke soort vlees je eet, hoe erg het wordt. En je merkt ook dat als je het vlees eten combineert met het eten van groenten en kruiden, dat die pijnen dan minder gaan. En je zult ook merken dat als je vlees eten combineert met het eten van vezelrijke voeding, dat er dan
veel minder pijnen komen. Want vezels binden zich aan die bio-immuun en aan die non-nutriënten, zodat ze niet in het lichaam komen. En daarom is vezelrijk voeding zo belangrijk. En die vezels worden veel meer gegeten in het mediterrane dieet. En vegetarisch eten van nature veel meer vezels. Dus dat zijn twee belangrijke oorzaken. Belangrijk om te vertellen is dat het niet alleen aan voeding ligt. Ook de dranken uit de supermarkt, alle frisdranken, alle sap uit het pak en de nectardranken, die zijn allemaal niet goed. Maar wat doen we daartegen? Want hoe moeten we dat oplossen? Nou, we zullen er langzaam naartoe moeten groeien dat we veel vaker op regelmatige basis zelf drank gaan maken. Want we kunnen heel makkelijk zelf frisdranken maken. Nou, is dat misschien nog een beetje lastig. Maar citruspers, blenders, slow juicers zijn er al erg lang. En daarmee kunnen we allemaal sap maken. Dus we kunnen allemaal heel makkelijk zelf sap maken. Want zo'n machientje is niet zo duur. En kruidentheeën zijn ook al een stuk gezonder dan allerlei frisdranken. En dan is het erg goed om juist een kruidenthee te drinken. Met in dit geval, van artritis, artrose en jicht. Met kumiskutsing of kattensnor. Of Javaanse nierthee. Dus dit is thee, dat komt uit de tropen. In Indonesië is het altijd al een kruid geweest dat goed is voor de nieren. Het doet de werking van nieren versterken. En dit is extra goed voor mensen met artrose, artritis en jicht. Dus die kumiskutsing, die kattensnor, is zelfs zo goed. Die moet je niet gebruiken als nierpatiënt. Dan is het goed, want nierpatiënten gebruiken ook medicijnen en die gaan met elkaar interacteren. Nou, verder had ik het net over langzame veranderingen. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan behoud je oude etenpatroon en de eerste week neem elke dag een soep. Nou, elke dag een soep met allerlei groenten erin nemen, dat is al een hele verandering voor het lichaam. Of neem elke dag een smoothie. Dat zijn dus allemaal extra dingen die je neemt. En omdat je dat neemt, is er ook een kans dat je iets minder van het oude eetpatroon zou vasthouden. Want op een gegeven moment zit je vol, toch? Nou, dus begin langzaam met elke dag een soep of elke dag een smoothie. Of wissel het af. Of neem bijvoorbeeld de eerste week één fruitsoort extra. Hè. Stel je nam 0 soorten fruit per dag. Nou, neem er 1 per dag. Maar werk er uiteindelijk naartoe om er 5 of 6 of misschien wel meer per dag te nemen. Dus 5 is echt het minimum. Dus doe er elke week eentje bij, zeg maar. Dus na 2 weken eet je 2 soorten fruit per dag. Na 3 weken eet je er 3. En na 5 weken eet je 5 soorten fruit per dag. Dat is een langzame verandering die heel ingrijpend kan zijn. Want het is een enorme berg aan voedingsstoffen die het lichaam dan krijgt. En het lichaam gaat daar iets mee doen. En bovendien is er een kans dat je minder van je oude voedingspatroon kan vasthouden.